Wat leuk dat je ervoor gekozen hebt om een dagje weg te gaan met de scooters van Actief Twente. Maar als je geen ervaring hebt op deze machines, dan vraag je je toch af hoe dat ding werkt. We gaan het even kort hebben over de scooter op de standaard zetten, het aanzetten van de scooter, gassen en remmen en als laatste het gebruik van de knipperlichten. Als je de scooter pakt, staat die waarschijnlijk op de middenstandaard. Wil je deze ervan afhalen, pak de scooter dan stevig vast en duw hem naar voren. Wil je de scooter weer op de standaard zetten? Zet dan je voet op de pook onder de scooter en trap deze de grond in terwijl je de scooter omhoog trekt. Klinkt ingewikkeld, is het ook wel een beetje, maar mocht het niet lukken, dan heeft de scooter ook een zijstandaard, zoals op een fiets. Als de scooter van de standaard af is, kun je er rustig op gaan zitten. Draai de sleutel een tikje naar rechts op het contact. Om de scooter te starten hou je één van de remmen ingedrukt en duw je op het kleine startknopje aan de rechterkant van het stuur. Nu kun je ook daadwerkelijk wegrijden. Om gas te geven met je scooter draai je de gashendel naar je toe. Als je dit voor het eerst doet, begin dan voorzichtig, voordat de scooter er zonder jou vandoor gaat. De scooter heeft twee remmen, zoals een fiets deze ook heeft. Een voorrem en een achterrem. Zonder ervaring op een scooter raden wij aan om alleen de achterrem, die dus links zit, te gebruiken. Dan nog even de rest van de knopjes. Op de linkerkant van je stuur zitten de knipperlichten. Gebruik deze knoppen netjes tijdens het rijden om je medeweggebruikers te laten weten welke kant je opgaat. Ik denk dat je ook nog wel eens wat spullen kwijt wil in de scooter. Daarvoor hebben we de zogeheten buddy seat onder je kont. Draai de sleutel helemaal linksom en haal het zadel naar je toe. Hier heb je nou ruimte voor je jas, je tas, een paar flesjes bier en een Twentse met worst. Oh, dat is lekker. Maar niet rijden met drank in de pokkel, hè? Dat was alles over deze scooter. En nu kun je veilig op pad gaan. Oh ja, mocht je scooter uitvallen of het om een andere reden niet meer doen, bel dan direct onze pech onderweg service. Voor nu, veel plezier en goed gaan!